Hey, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ga vandaag hamkaasbroodjes maken met Emmy Fondue. En je denkt natuurlijk, met Emmy Fondue kan je alleen kaas fonduen. Niks is minder waar. Je kan hier nog veel meer lekkere dingen mee maken. En dat ga ik jullie vandaag laten zien. Dus, wat heb je nodig voor deze heerlijke hamkaasbroodjes? Natuurlijk Emmy Fondue. Bladerdichtplakjes, slagerachterham, een eitje en sesamzaadjes. We beginnen met het uitpakken van het bladerdeeg. We leggen het eventjes uit, zodat het bladerdeeg kan ontdooien. We gebruiken 5 bladerdeegplakjes. Dan gaan we nu de ham snijden in blokjes. De Emmy fondue die zit hierin. Gaan we hem even uitpakken. En er zit dus wat vocht in. Dat laat ik even in een bakje lopen. Ik begin met het snijden van repen. Dan snij ik deze nog een keer door de helft en dan is hij perfect geportioneerd. Dan gaan we beginnen met het vullen van de broodjes. En dan leg ik een stukje Emmy fondue op de ene helft van het plakje bladerdeeg. En daar overheen gaat wat ham. Vouw ik hem dubbel. Druk ik hem goed aan. En dan druk ik hem nog een keer dicht met een vork. En dan maken we nog eventjes een eitje los. Want dan gaan ze mooi glimmen in de oven en worden ze mooi goudbruin. En dan nog voor de garnering een beetje sesamzaad. Ondertussen heb ik de oven voorverwarmd op 180 graden. En dan gaan ze nu de oven in. Zo, en nu 25 minuten wachten. Hey, ze zijn klaar. Nou, dit is toch heerlijk. En het enige wat je nodig hebt is een pakje bladerdeeg, een eitje, achterham, een paar sesamzaadjes en natuurlijk Emmy kaasfondue. En dan is het echt smullen geblazen.